Dit is Peter. Hij is expert op het gebied van wintersport. Deze week geeft hij tips over hoe je je kunt voorbereiden op de ski- of snowboardvakantie. Veel mensen gaan rond deze tijd weer op wintersportvakantie. En daarbij hoort een passende uitrusting. Op wintersportvakantie is het hollen en stilstaan. Op een moment ben je actief bezig en op een ander moment zit je stil in een stoeltjeslift. Daarom is het belangrijk om een goede warmteregulatie te hebben. Daarbij hoort thermo-ondergoed. Die hoort direct op de huid gedragen te worden en strak om je lichaam te zitten. Daarna komt de tweede laag. Hier kan je spelen met twee diktes. Een wat dikkere laag en afhankelijk van temperatuur of een wat dunnere laag. Daarna komt de buitenste laag, oftewel de shell. Die moet natuurlijk wind- en waterdicht zijn en natuurlijk ademend. Dan completeren de uitrusting met een paar handschoenen en voor ieders veiligheid een bril en een helm. Die mag niet ontbreken. Voor alle mensen die op wintersport gaan, ik wens u een verfijne vakantie.